Dit wordt een mooie actuele nieuwsopname. In de achtergrond zie je een computer aan het compileren. En die staat in de cloud, dus dat kan je toch niet vinden. Nee, dit wil ik jullie niet onthouden. Het gaat hier om een verhaal. Die man die komt zo dadelijk in beeld, ik ga hem aanzetten. En die heeft het over Paus Franciscus. En die noemt Tony Palmer een leugenaar. En Tony Palmer is inmiddels overleden. Dus dat is allemaal lekker actueel. Ga eens even... Ik ga hem stoppen. De totale zending van hem duurt 35 minuten. Ik denk niet dat we alles hoeven te pakken. Wel, denk ik dat jullie alles moeten beluisteren. How y'all doing? I'm Joshua Wiley, and this video right here is probably one of the most important videos I've done lately. Sort of like my last one about in this funny how the last video I did for y'all, for those of you who keep up on here, was about Ellen White exposing Pope Francis, the Jesuits, and secret societies, what we call Illuminati, even way back in the 1800s. U wil ik even toelichten. Hij heeft het over Ellen G. White. Die heeft een boek geschreven en dat heet De Grote Controverse. In de 19e eeuw. Waarin zij voor de zoveelste keer als mens dan... De mensen hebben dat heel vaak gezegd. En de katholieke kerk aanwijzen als de antichrist. Nee, maar dat is grappig. And explaining that this was the reason why she was labeled a heretic, a cult, Satan worshiper, only because she exposed them. Now, the Catholic Church has a history of anyone who opposes against her. They have a history of labeling them as heretic or devil worship or cult. That's what they do. And that's why they... Ben je het daarmee eens? Je kan zeuren over boeddhisten wat je wil. Van, joh, die eten geen varkensvlees. Nee, want die eten geen vlees. Ik heb nog nooit gehoord dat boeddhisten non-boeddhisten op de brandstapel gingen zetten. Ja, of ik heb veel te veel last van mijn Korsakoff. Dat zou kunnen, hoor. Burn millions of Christians to the stake. And that brings up one of the reasons why this makes this video so important. Because I have a lot of Catholic brothers and sisters. A lot of them come on here. They know how I feel about the system. Because they know I feel like we're brothers and sisters. But it's the system. It's the Catholic Church as a system that I'm speaking against and what it's... Daar heeft hij een punt. Het georganiseerde geloof. Geloven, dat is iets dat doet een mens. Je kan als mens, als je gaat schaken, naar de schaakvereniging gaan. En dan betaal je contributie. Een bijdrage. Voor de rest dien je, als het gaat om het geloven, vooral te schaken. Zelf doen dus. Je kan naar de schaakvereniging gaan, of de volleybalvereniging. Vooral bij geloven dien je dat zelf te doen. Wat een fijne stem heeft deze man, hè? Vind je niet? It stands for and the vows and the things that it has done. That's what I'm speaking against. But there are a lot of good-hearted Christians in the Catholic Church. And I have a lot of them who come on here. I just spent some time not too long ago in a long discussion with several. But they'll come on here and they'll say, the persecution never happened. And...
I used to always tell people, well, do your history. You know, Pope John Paul, I don't know what number was behind him, but Pope John Paul. Even op de stopjes doen. Persecution, dat betekent vervolging. Dat hebben ze gedaan. De katholieken. Dan mag je tegen inbrengen dat de Calvinisten... Die hebben foei foei baba gedaan. Dat ging slechts om 5000 Het valt niet goed te praten, dat begrijp ik ook wel. En het was 5000 alles bij elkaar. Terwijl de Bartholomeusnacht, waar ze de Hugenoten, dat waren de Franse Calvinisten, dat waren er iets meer dan 5000, dacht ik. He, the one that recently died, he actually apologized for the Catholic Church, the sins of the Church, as he called it, for killing these millions of Christians. Ja, dat is... Terecht dat deze man dit herhaalt. Dat heeft de katholieke kerk gedaan. Die heeft sorry gezegd. Ze hebben onze... Ze hebben onze kinderen verkracht. En dan denk je... sorry. Jozef weet uit dat Tweede Vaticaanse Concilie. Daar gaat hij ook nog over beginnen. Luister maar even verder naar deze man in zijn mooie groene overhemd. And even though he apologized, and the number ranges from 50 million to 200 million. And that's just what's on record. Think about it. Back in the day, back in them times, there was no, they didn't have no record. They didn't have no internets and buildings with the Census Bureau and all of that. No, there were a lot of little villages ran through and ransacked. But anyway, even though he apologized for the sins of the church during, for killing these Christians, a lot of good-hearted Catholics and Protestants who, don't study their history tend to not believe that these things happen. Well, recently Pope Francis came out and he apologized for what the church had done to the Waldenses. Hoppakee, midden in de kruising. Het is jammer dat ook ik pas sinds een paar jaar weet van de Waldensers. Wat ze daarmee gedaan hebben. En dan kan je zeggen, ja, maar Mozes, die heeft ook gezegd tegen het volk Israëls, slacht die Medanieten af. Dus het mag wel. Ja, het punt is dat die Medanieten, dat was tuig van de regel. De Waldensers niet. De Waldensers waren eco. Die woonden weggevlucht in het noorden van Italië. Pin me er niet op vast. Die hadden een vallei of weet ik veel wat. Zoiets als de Galliërs van Asterix en Obelix. Een dorpsgemeenschap. Met moraal. En die moraal die haalden ze uit de Bijbel vandaan. Ja, afslachten die handel, zei de paus. He apologized to the Waldenses. And when I heard it, I was blown away. I'm like, wow. He's a smart pope. You know, I do... I don't believe in them at all, but I do respect my enemies, and I know who is smart
You know, you can always recognize who's smart. But what one thing he does know is that a lot of people don't know their history. So when he sent this apology to the Waldenses, I was blown away, because that's a step. When it's funny, the devil always digs a ditch for himself, and the truth always comes to light. Now, a lot of people don't know who the Waldenses are at all. And the reason why I titled this video, Pope Francis Calls Tony Palmer a Liar, you know, and rest in peace, Tony Palmer. I said that in the last video. I don't know if you did. Ja, Tony Palmer is overleden. In Nederland heb je ook zo'n katholiek die altijd maar op tv komt en waarvan vrouwen dan zeggen, oh, wat een mooie man. Hoe heet hij in Nederland ook alweer? Nou, zo'n katholiek had je ook in Amerika, die heette Tony Palmer. Ah, die is dood. Het is een auto-ongeluk. Of it was a hoax, I don't know. That ain't what this video is about. But either way, the truth is the truth. Anybody who's seen the video with Kenneth Copeland, Tony Palmer and Pope Francis. Oh ja, en Kenneth Copeland. Kijk, er zijn mensen die er zweren erbij om bedorven kippenvlees te eten. Voor een mooie doorspoeling naar boven toe en naar onderen toe. Kan je doen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Soms doe je het per ongeluk. Ik heb het laatst gehad bij de Kentucky Fried Chicken. Serieus. Dat is heerlijk doorgestroomd. Mijn darmen helemaal pinky, ordi in ordi. Je kan ervoor kiezen of je gaat kijken naar Kenneth Copeland. Maar dan gaat hij ook dun door de broek, hoor. Zo. Als je ergens bang van wil worden, van wat de gevolgen zijn van dolgedraaid geloof. Als je een echte horror wil zien, Kenneth Copeland. En nee, ik ga het niet spellen. Je gaat zelf maar op zoek naar die viespeukerij. They know that just recently, Tony Palmer held a big conference with all the evangelical leaders in the evangelical church, and he declared certain things. Pope Francis's apology to the Waldenses goes against what Tony Palmer said in this meeting. Totally goes against what he said in this meeting. He stated that we're going to look at just three things. Three things that it goes against. Tony Palmer first stated that this was Luther's Reformation. Now, anybody who knows the... Het gaat heel diep, gaat dit. Ik heb die speech van Tony Palmer heb ik gezien. En die katholieken, die hebben er 200 miljoen van ons afgeslacht. En tegenwoordig stelt dat niet zoveel meer voor. Maar in die tijd had je het over tientallen procenten van de Europese bevolking. Dat ging hard, hoor, in die tijd. En waarom eigenlijk? Wij, de christenen, wij waren, wij zijn en wij zullen zijn de zachtmoedigen. En nee, wij doen niet aan CO2-belasting. Dat vinden we onzin. Je kan overal wel belasting voor gaan betalen. Straks moet je teennagelbelasting gaan betalen. En dan zijn de rapen helemaal gaar. Misschien dat we dan een keertje wakker worden. Laten we verder luisteren naar deze vrolijke prediker. The history of the Reformation knows that the Protestant Reformation, and before I start off, the word Protestant, for because a lot of evangelical and Protestants don't know this, even Seventh-day Adventists don't know this, but the word Protestant means to protest. Hij zei net even snel tussendoor, Seventh-day Adventists. What a fight, daar heb ik nog een video van klaarstaan. The Protestant means to protest wrong. To protest
wrong. But anyway, hoor je dat? Hij zei het dus twee keer. Een protestant, dat is iemand die tegen Rome is. En de rest, dat zijn meelopers. Van ja, maar ik vind het wel leuk aan Rome, want tegenwoordig mag je transgender, lesbiennes, homoseksueel zijn en alles wordt vergoed door het ziekenfonds. Dan ben je een meeloper van Rome. En je hebt mensen zoals ik. Ik protesteer daartegen. Ik ben een protestant. A lot of Protestants who don't know the history, Tony Palmer, he kept stating how this was Luther's Reformation. That Martin Luther started the Reformation. And why is this so key? Well, it's key because the Lutheran Church just did something in recent years. What they did was they apologized to the Catholic Church. Oh, okay. Yep. That is gebeurd. Om een lang verhaal kort te maken. Het protest tegen Rome, dat is voor het eerst op de kaart gezet door een mythe, mag je van mij zeggen. Ja. En die heet Christus Jezus. Hij protesteerde. Dat heeft hem zijn kop gekost. En de grap is dat Christus Jezus dat met een vooropgezet plan heeft uitgevoerd. Daarom heet hij ook de Zoon van God. Een andere hebben we tot nu toe niet gehad. Dat was het protest tegen Rome. Rome heeft ons gepakt. Ze hebben onze geschriften ingenomen op een slinkse manier. En vertaald in een taal die wij niet konden spreken. Ons losgekoppeld van het woord van God. En dan lekker de baas gaan spelen. Dat is Rome. Daar is al heel erg lang protest tegen. En Maarten Luther, die had de mosselpoep. Dat in zijn tijd was de boekdrukkunst uitgevonden in Württemberg of zo. Ja, toen ging het papiertje naar papiertje. Aan de andere kant, er zijn mensen die gekscherend zeggen van als in de tijd van Maarten Luther er internet geweest was, dan had niemand naar Maarten Luther geluisterd. Iedereen had naar Netflix gekeken. En gedacht, ach, die gekke Maarten Luther, dat is de zoveelste katholieke priester die naar buiten treedt. For what Martin Luther did. And they said, well, let's come back together. So basically, they grabbed hands back with Rome. They say we apologize for Martin Luther. He didn't mean it. He's sorry. And if Luther could hear it, oh man, there's no words. I ain't gonna explain, you know. Maarten Luther, daar kan je het lang en daar kan je het heel kort over hebben. Maarten Luther heeft niet alles goed opgeschreven. Of sommige dingen zijn in naam van hem geschreven om hem zwart te doen lijken. Ik weet het onderscheid niet. Wat ik weet is dat Maarten Luther heel vrolijk stilstond bij het feit dat hij arbeidde voor een organisatie die zich niet hield aan de constitutie. De constitutie van de organisatie. Die opgeschreven was in de ontvangen geschriften van de christenen. De scriptos receptos. Of Latijnse woorden van gelijke strekking.
En Maarten Luther zag de discrepantie. En die klopt. Het idee van de aflaat, indulgency op zijn Engels, het afkopen. Je hebt stout gedaan en dan betaal je en ben je er van af. En de kerk die regelt dat. Een dienstverlening van de gebouwbeheerders . Wat denk je dat Christus daarvan gevonden zou hebben? Nou, Maarten Luther vond er helemaal niks van. En die afpersers, die Rooms-Katholieke priesters, lekker een beetje doorschuivelen van, nou, on y soit, qui mal y pense. En we feesten lekker door. Ze hebben het Tweede Vaticaanse Concilie afgekondigd en dus recentelijk met de Lutherse kerk handjeschud gedaan. Van oké, we lullen nergens meer over. Ja. Nou, die katholieke kerk heeft nog wel met wat meer geloofstromingen handje te schudden. Bijvoorbeeld met de Serbisch-Orthodoxen, om maar te zwijgen over die rekening die ze hebben uitstaan bij de Joden. But they held hands back when, let's just say, they grabbed hold of Rome. And so that's humongous, because now he's saying, because the Lutherans apologized for Martin Luther and held hands back with Rome, that the Reformation is over. And he even said it. He said, aren't we all, if there is no Protestant, then maybe we're all Catholic now. You know, and that's what... Dat is alweer te bescheuren. Hij doet hem heel goed na. Het is net alsof ik Tony Palmer hoor. Ook die pauzes. Dat doet hij geweldig goed na. Dat heeft Tony Palmer gezegd. Die klojo. Ja, hij is dood. Over de doden niks dan goeds. Maar ik ben blij dat ik... Ik ben van je nature niet jaloers. Maar Tony Palmer, zijn karma... Dat hoeft van mij echt niet, hoor. Heeft Tony Palmer gezegd. In de idee dat de reformatie, dat ging om Luther. Nou, dat ging helemaal niet om Luther. De zoveelste. Je hebt nog Tyndale gehad, Wycliffe, Hus. Van onze kant, de Nederlandse kant, Erasmus. Heel veel ideeën aan dat borrelen waarin mensen zeiden van ja, dat is leuk, al dat geloof, maar wat moet dat kosten? Dat je wegenbelasting betaalt, nou, zwak. Je groot verbruiker dan, de rest krijgt het allemaal gratis. Maar geloofsbelasting. En dan vooral dat je mensen die stout gedaan hebben, die kopen een vrijbrief. Nee, maar dat is een goed idee voor je samenleving. Dat deden die Rooms-Katholieken. Dat deed Babylon. Jo, maar heb je daar dan wel bewijzen voor? Ja, die heb ik momenteel niet in huis liggen. Nee, inderdaad. Ja, want het internet van jou zit dat niet achter een of ander filter. En dan zie je alleen maar wat je zelf wil zien. Ik denk dat dat wel iets verder gaat. Lees de 95 stellingen van Maarten Luther er maar op na. Die kan je heus ergens vinden. En 95, dat doe je als eerste een 9 en daarna een 5.
Nou, dat vind je ze wel. Dat klopt hoor. En voor Maarten Luther gingen er vele aan vooraf. En wie ook niet. Want het ging om het christendom. En dat zal persisteren. En dan kunnen ze dat van overheidswegen gaan bevorderen met EO-televisie. Als je die scam weet. Oh, wow. De Jehovah's getuigen, nou, die kunnen er ook wat van, hoor. Die kunnen ook een hele valse piano spelen. En die weten, maakt niet uit, waar je nu naar luistert, die man. Die, dat is een bijbelgelovende, hoppakee. It's funny because I give it to Tony Palmer. The way he worded it and stated it was genius. Because those, if you did not know your history, and you were sitting in there, evangelical leader, caught up in the moment, oh, Pope Francis gonna be, I'm so important, I'm here, caught up in the moment. All these evangelical leaders stood up and said, yes, the Protestant Reformation is over, we agree with you, and we're all Catholics now. So it may, and the first thing I said when I heard that, I'm like, what? Come on now. Anybody who knows their history knows that the Reformation did not start with Luther. By far, there were so many martyrs for the word and early reformers like John Huss, John Wycliffe, the morning star of the Reformation. He was deemed the morning star of the Reformation, you know, who basically almost handwrote the whole Bible so we could have it, you know. But anyway, these men lived way before Martin Luther, But like I said, Tony Palmer cleverly worded his speech and everything. So many of those who don't know their Bible history were like, yes. Yes. But anyway, when Pope Francis apologized to the Waldensee, it's like, everything Tony Palmer said has to be thrown out the window. Because out of Pope Francis's own mouth, he has just declared everything Tony Palmer said was a lie. And he also should awaken you to study, well, who is the Waldenses and why are we apologizing? And that's to my Catholic brothers and sisters, and even my Protestant brothers and sisters who say, the Catholic Church never killed millions. That's a hoax. That's just a lie. You know, that should open your eyes. Why is he apologizing to this group of people called the Waldenses? Well, we're going to get into that in a minute. And another thing. This is a naar verhaal. Dit is een hele aardige man en die heeft christenen die van de katholieke kerk zijn. En die zeggen, ja, dit is helemaal niet waar. Wij hebben nog nooit iemand omgelegd. Het waren die stoute Calvinisten. Dat waren de enigen. Ja, wij een klein beetje misschien. Maar nooit, wat ze dan zeggen, de Ustasja in Joegoslavië, ja. Je kan het niet ontkennen, het is je geschiedenis. He said the Protestant Reformation was based on righteousness by faith. Now this is a piece of Bible doctrine that Luther, that the Holy Spirit used Martin Luther to open up the gates. His part that he brought into the Reformation was opening up people's minds and hearts to what righteousness by faith really is. And that was one of the most important pieces. You know, that was an important piece. I ain't gonna say one of the most, because the whole Reformation was important. And each piece of doctrine that the Lord used holy men to save and to bring to the forefront was important and needed to be brought. But anyway, like Tony Palmer said, he said that the whole Reformation was built on righteousness by faith. Well, when the Waldenses, who lived hundreds of years before Martin Luther, you know, they were persecuted, martyred, slain, and killed
just for having the Bible and Bible alone. So, beloved, to me and to history, through the Waldenses, those martyrs are still telling the story and still holding on the fight. I love it. Their blood is still speaking and still carrying on the Reformation. Their blood is still a Protestant alive and still causing ripple effects even now as I do this vid, because like I say, their blood foretells that the Reformation, the Protestant Reformation, these Protestants who were protesting Rome died for simply having the Bible. Yes, I'm telling you, and the reason why they don't want you to know the truth of what the Reformation was really about. Why? Because that turns a whole different light. Oh yes, that the Catholic Church as a system was attacking any and everyone who had a Bible. Klaar. Toen ik jong was, wilde ik LP's of singles of bandjes. En vooral wilde je de illegale opname. Dat heette de witte platen. Die waren niet goedkoop. En illegaal. Want dat mag niet. Je mag niet zomaar bij een optreden met een cassette recorder en dan opname maken en daar een LP van stansen. En geld verdienen. Terwijl die artiest niks krijgt. Illegaal. Er zaten hele leuke tussen. Gek wordt het als een boek illegaal wordt verklaard. En nog gekker wordt het als je beseft dat niemand in de gaten heeft dat je juist illegaal moet kopen. Want de rest is bullcrap. Het gaat om het echte materiaal. En de Bijbel is dat. Dat is het boek wat je... Nou, daar is een discussie over. En iedereen komt met een eigen versie. Van nee, en volgens mij staat er toch dit. En dan voetelen. En dan precies die gekke woorden eruit halen die het zo mooi maken. If you had a Bible, you were enemy number one. And not only if you had a Bible, but if you could read it and understand it, you were a marked man, marked woman, marked child. They killed millions of children. But anyway, so this was a key point. Like I said, Tony Palmer cleverly worded his whole speech. That's why he had to make it known that it was over righteousness by faith was why the Protestant Reformation was started. So when the Catholic Church and the Lutheran Church held hands and said, well, we agree on righteousness by faith. So that meant, because they agree on righteousness by faith, the Reformation is over. Wow. No. Why? Because it was over the Bible, and it was over those who taught the true Bible and who held, yes, y'all, and also the people who held to the true Sabbath. So another thing that Pope Francis did in his apologizing to the Waldenses, when you learn about the Waldenses, yes, they were Seventh-day Sabbath keepers. All of this is factual. Now let's get to the bread and butter. Who are the Waldenses? Who are? Now it's no coincidence. It's no coincidence that I said that Ellen G. White exposed Pope Francis and Jesuits. And if y'all watched the last video, I said that
It was the great controversy. I'm telling you, if you want just a purebred history book of Christianity, the untold history, this is the true conspiracy. All of y'all who knows that there's conspiracy out there, I'm telling you, like I said in the last video, there's a reason why they don't want you to read Ellen White, why they want you to think she's a Satanist, even though the Satanists themselves are like, she ain't with us. You can't find not one of her books in a satanic section, and her book, and they got satanic and occult sections in all bookstores across America, Books a Million, whatever. But anyway, almost lost my train of thought. But anyway, gaan we even stoppen, even een stukje doorscrollen. Ga ik hem afsluiten. We hebben nou 13 minuten van hem gehoord. Hij had het over Ellen G. White opnieuw. Dat boek, De Grote Controverse. Het is een controversieel boek. Mijn christelijke vriend, Jurk Liesman, die vindt het maar een raar boek. Hij gaat er niet helemaal in mee. Maar voor de rest moet ook mijn bijbelgelovende vriend toegeven dat in dat boek het een en ander staat wat gelijkvormig is met de Bijbel. En dan met name het boek Daniël en het boek Openbaring. Ik pak hem even verder door, kijk waar hij gebleven is, zodat hij zijn trein der gedachten weer terug heeft. The churches of the Waldenses. The leaders of these churches reluctantly acknowledge the supremacy of the power to which the whole world seemed to pay homage. Some of the church leaders started to give in. There were some, however, who refused to yield to the authority of Pope or prelate. They were determined to maintain their allegiance to God and to preserve the purity and simplicity of their faith. A separation took place. Those who adhered to the ancient faith now withdrew. Some, forsaking their native Alps, raised the banner of truth in foreign lands. Others retreated to the secluded glens and rocky fastnesses of the mountains, and there preserved their freedom to worship God. The Waldenses were among the first of the peoples of Europe to obtain a translation of the Holy Scriptures. Because remember, like I said, this whole thing, the whole Protestant Reformation came about, the whole, you know, this split came because the Catholic Church tried to keep the Bible away from everyone. And they did this by destroying them and only writing them in Latin, and only putting them in Latin because the common people couldn't read Latin. Anyway, hundreds of years before the Reformation, they possessed the Bible in manuscript in their native tongue. They had the truth unadulterated, and this rendered them the special objects of hatred and persecution. They declared the Church of Rome to be the apostate Babylonian. I'm sorry. They declared the Church of Rome to be the apostate Babylon of the apocalypse, and at the peril of their lives, they stood up to resist her corruptions. While under the pressure of long-continued persecution, some compromised their faith, little by little yielding its distinctive principles. Others held fast to the truth. Through ages of darkness and apostasy, there were Waldenses who denied the supremacy of Rome, who rejected image worship as idolatry, and who kept the true Sabbath. Under the fiercest tempest of opposition, they maintained their faith, though gashed by the severed spear, and scorched by the Romish faggot, they stood unflinchingly for God's word and his honor. And that was mean many of them died by being burned by the stake, and persecuted in dungeons and prisons. Behind the lofty bulwarks of the mountains, in all ages, the refuge of persecuted and oppressed, the hiding place up in the mountains,
The Waldenses found a hiding place. Here, the light of truth was kept burning amid the darkness of the Middle Ages. Here, for 1,000 years, witnesses for the truth maintained the ancient faith. God had provided for his people a sanctuary of awful grandeur, befitting the mighty truths committed to their trust. To those faithful exiles, the mountain were an emblem of the immutable righteousness of Jehovah. They pointed their children to the heights towering above them in unchanging majesty and spoke to them of him with whom there is no variableness nor shadow of turning, whose word is as enduring as the everlasting hills. God had set fast the mountains and girded them with strength. No arm but that of infinite power could move them out of their place. In like manner, he had established his law, the foundation of his government in heaven. And upon earth, the foundation of his government in heaven and upon earth. The arm of man might reach his fellow men and destroy their lives, but that arm could as readily uproot the mountains from their foundations and hurl them into the sea as it could change one precept of the law of Jehovah or blot out one of his promises to those who do his will. In their fidelity to his law, God's servants should be as firm as the unchanging hills. Now I'm going to pause and show you a picture. I got a couple pictures. That's why I like this version of the Great Controversy. A couple actual picture of where the Waldenses lived up in the mountains. You can see how they carved little passages and tunnelways. I'm going to see if I can get it to where it focuses. Maybe if I hold it that way. That's one of the areas. And this one right here is inside one of the actual homes. Let me hold it like this. Let me see if I can hold it like this. And that's inside one of the actual homes that's still preserved to this day if you go over there. All right. One more thing to read. One more short look. Die foto's, die snap je wel. Ga naar zijn afsluiting toe. Je kan altijd nog alles beluisteren. Ik zal die link wel erbij zetten in de description box. Before the so-called Reformation even came. But anyway, during the 16th century, Waldensian leaders embraced the Protestant Reformation and joined various local Protestant regional entities. As nearly as 1631, Protestant scholars and Waldensian theologians themselves began to regard the Waldensians as early forerunners of the Reformation, who had maintained the apostolic faith in the face of Catholic oppression. Modern Waldensians share core tenets with Reformed Protestants. For example, that's talking about songs, but anyway. Anyway. I had to do this to see that in Pope Francis's apology to the Waldensians, he actually called the movement that he helped form a lie. The movement to end the Protestant Reformation. See, his wish is to end the Protestant Reformation. So one of the things he knows he's trying to do is he's trying to get the remaining Waldenses who's still alive, because he has Protestant America, a large part of the Protestant America is, yes, we're Catholic now. And so he's trying to clean up and sweep around the board. So the Waldenses who are still alive, teaching what happened, like when 1,200 of them got thrown out of this cave up in the Alps. Women and children and men just unmercifully just thrown off of this cliff. You know, just for having the Bible. See, he has to go to them who are alive now and say, we apologize for killing thousands and thousands of you. And really millions, if you look at through all the centuries, for killing millions of you, because he's trying to get them to even come on board, because many of them are still saying no.
So in his one time apology, beloved, that he has said a mouthful. He has said a mouthful that Luther did not start the Reformation. It was not over righteousness by faith. And that there were many, many, many early reformers. And most importantly, this whole thing started because of the Bible itself. So how precious is that book to you? Is it precious enough for you to read it every day? There's a reason why death came to anyone who had it. It's the word of life. It's the bread of life. It's Jesus in written form. Y'all have a good one. Ik zou zeggen een 10 plus. Ontzettend mooi uitgevoerd. Gelijk dat ding opslaan. Dan kunnen jullie hem in totaliteit gaan bekijken. Ik heb hem opgeslagen. Ik moet weer verder. De compilering ronde zal wel klaar zijn. Laat ik even kijken hoe ver dat ding is. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag liefers.